Ja, hallo, leuk dat je weer kijkt. Voor de verandering ben ik een keer geen punten kwijtgeraakt in de app. Maar Wie is de Mol was blijkbaar toch niet het programma van Erik de Zwart. Ik wil niemand zwart maken of zo. Ik zie het ook allemaal niet zwart-wit. Maar bij die laatste opdracht werd het wel een beetje zwart voor mijn ogen. Het deed me vooral denken aan een ander programma. Van de handrem. Rustig. Ja! Over zwartrijders gesproken. Nou, welkom bij de Wie is de Mol flits van aflevering 2. Ik heb voor jullie het hele weekend gezocht naar alle hints en theorieën. Naar de Mol, stuur ook jouw hints en theorieën door via Instagram. En de leukste hints behandel ik natuurlijk volgende week. Zometeen de reden waarom je telefoon zo houden erg verdacht kan zijn. En een montagetrucje waardoor wederom niets is wat het lijkt. Maar eerst gaan we gewoon gezellig de opdrachten langs. Opdracht 1, om de tuin leiden. Verschillende kandidaten kregen geheime opdrachten, met nadruk op geheim. Nu bleek dat Joshua niet zo goed is in geheimpjes bewaren. Dat met die portofoons is natuurlijk ja, wel een beetje dom. Waarschijnlijk ging het mis op het moment dat hij in twee portofoons tegelijk aan het praten was. Nou, in de andere groep kreeg Splinter de opdracht om 3 keer te doen alsof hij een mug wegsloeg. René mocht dat natuurlijk niet zien, dus deed Splinter het natuurlijk achter haar rug om, zodat ze niks door had. Repeat it for me. Nou, erg tactvol was dit natuurlijk niet. Splinter maakte van een mug een olifant en verkoopt René gewoon bijna een map. Veel duidelijker kan gewoon niet. En het feit dat René op het einde aankomt met die opdracht van die duimpjes, dat uiteindelijk helemaal geen opdracht was, waardoor er geld in de pot kwam, is natuurlijk wel echt een anti-mol actie van René. Aangezien zij als mol ook heel makkelijk dat overduidelijke muggenslaan had kunnen noemen. Aangezien de mol natuurlijk alle opdrachten weet. Nou, Splinter is door zijn gezwaai daarentegen wel verdacht. Joshua, zeiden we net al, heeft de opdracht voor zijn groepje aardig verpest. Maar misschien nog gekker is Florentijn, die vervolgens voor een keuze wordt gesteld. Florentijn, noem 1 geheime opdracht. Oeh. Ik kies voor het geld. Oh, Florentijn, ik hou van je. Hij kiest voor geld, een echte kandidatenactie. Alleen, wat is er nou aan de hand? Door de fout van Joshua is er in dat groepje helemaal geen geld verdiend. Dus zijn keuze slaat daadwerkelijk helemaal nergens op. En als hij daadwerkelijk kandidaat was geweest, nou, dan zou ik zeggen, ga dan voor die joker. Een mol heeft er daarentegen misschien meer baat bij om te kiezen voor geld, aangezien hij dan in ieder geval nog overkomt als een goedzak. En het feit dat hij hier als mol heeft gewerkt, wordt versterkt in de volgende opdracht, waar hij wederom moet kiezen tussen het zoeken naar geld of jokers. 2 kistjes daarvan maken geluid en 1 kistje zit geld. Ik was op zoek naar die joker. Dus, resume, wanneer je kan kiezen tussen een joker en geen geld, dan kies je voor geen geld. Maar wanneer je kan kiezen tussen een joker en wellicht wel geld, dan kies je voor de joker. Ja, hier snap ik dus echt helemaal niks van. Goed, dan door met een theorie over Lakshmi. In het tweede deel van de opdracht praat ze door een portofoon om voor de zoveelste keer een hint te herhalen. Maar ze wordt overduidelijk door de montage afgekapt. Ik weet de hint niet meer, want ik was aan het rennen. Maar die staat in de... Je moet even 15 seconden je mond houden. Splinter, over. Ja, wat is hier weggeknipt? Het lijkt er namelijk niet echt op dat ze daadwerkelijk wordt onderbroken, wat wel in de montage gesuggereerd wordt. Probeer ze haar hier verdacht te maken of gaf zij als mol juist verkeerde informatie? De kandidaat die dat laatste overduidelijk deed was René. Zij versprak zich. Ja. De gele ballerina bewaart haar geld links. Ja. En de tweede was de gele ballerina bewaart haar geld in het midden. Ze noemt 2 keer de kleur geel, terwijl de tweede zwart had moeten zijn. Nou, kan natuurlijk gebeuren, maar ik kreeg ook deze hint binnen van Lynn Westland via Instagram. Hoi, ik heb een hint naar René, want in opdracht 2 ging ze alle doosjes openmaken, zodat ze heel veel geluid ging maken. Ze sloeg doosje 1 over, die deze pas als laatste. Had ze het geld gepakt, zodat ze de kandidaat zou kunnen zijn. Maar toen werd ze afgeschoten, dus dat is wel echt een molactie, denk ik. Ja, ze loopt dus naar dat linkerbakje waar geld in zit, maakt vervolgens een soort schijnbeweging naar rechts om eerst die andere bakjes open te maken. Nou, dat maakt natuurlijk heel veel lawaai, waardoor ze alsnog met geld in haar handen wordt afgeschoten. Dan wil ik het nog even hebben over een montagetrucje, eigenlijk iets dat bij alle programma's gedaan wordt, namelijk het nadraaien van beelden. Wat houdt dat dan in? Stel, ze filmen een opdracht,
maar een bepaald belangrijk shot staat net niet helemaal goed op beeld en dat kan dan alsnog in scène worden gezet, zodat we het alsnog in de montage kunnen gebruiken. Een goed voorbeeld uit het vorige seizoen is het shot met die ketting bij Tycho en Nikki, die op de verkeerde plek losschoot. Nou, wat bleek nou achteraf? Dat shot was nog een keer opgenomen omdat ze de ketting loskregen terwijl de camera nog niet aanstond. Nou, bruggetje naar dit seizoen. Het viel mij op dat veel shots van kandidaten die werden afgeschoten er wel heel erg gelikt uitzagen. De cameraman stond ook steeds precies op de goede plek en zo. Is dat omdat deze shots achteraf zijn opgenomen? Nou, maakt op dit moment niet per se iemand verdacht, maar weet gewoon dat dit gebeurt en dat dus ook in de montage niets is wat het lijkt. Dan snel naar opdracht 3. Er is één plek waar je absoluut niet kan mollen, namelijk in de truck op het asfalt. Daar zaten Erik en Lakshmi. Zij werden volledig aangestuurd en konden dus moeilijk stiekem de truck eens achteruit zetten of zo. Erik is natuurlijk afgevallen, maar Lakshmi zou je bij deze opdracht misschien wel kunnen afstrepen. Zeker omdat de kandidaten zelf de verdeling mochten maken. Nou, een paar andere dingen die nog opvielen tijdens deze opdracht. Zo roept René heel hard kruis bij een bord. Foto. Ja, vink, vink. Was het vink? Ja, kut, maar ik heb het niet. Oh, nou, toch een vinkje. Allemaal erg verdacht. Verder roept Splinter overtuigd dat er een bordje is omgereden. Verder. Ja. Blokjes om. Terwijl ik daar toch mijn twijfels over heb. Maar laten we even kijken bij Charlotte. Het viel me daar eigenlijk meteen op dat zij als enige foto's maakt in landscape-modus. Nu is het bekend dat WhatsApp een beetje moeite heeft met die landscape-foto's als je op je telefoon de functie automatisch draaien uit hebt staan. Dus het zou wel een briljante molactie zijn van Charlotte als zij foto's landscape maakt, maar deze vervolgens rechtop verstuurd worden in het gesprek. Nou, iets om over na te denken. Maar er is me toch iets opgevallen terwijl ik door die opdracht aan het heen scrollen was. Ja, misschien word ik helemaal gek in mijn hoofd en schiet ik compleet de verkeerde tunnel in. Dus ik heb jullie even nodig. Ik heb twee fragmentjes achter elkaar geplakt van momenten dat Splinter yes roept na het omrijden van een bordje. Kijk en luister heel goed. Yes! 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 Snap je een beetje wat ik bedoel? Volgens mij wordt hier op twee momenten in de opdracht precies hetzelfde soundbite van Splinter gebruikt die yes roept. Yes! Yes! Ja, waarom hebben ze hier zo mee gevoefeld in de montage? Was Splinter een van die keren misschien niet enthousiast genoeg en dachten ze, nou, we plakken er wat anders onder? Ik vind het in ieder geval allemaal heel erg gek. Goed, dan nog een paar losse flodders voor de liefhebbers van kledinghints. Hierbij een fotootje van de schoenen van Joshua. Nou, tada! Daar staan twee emmetjes op die schoenen. Altijd leuk voor de mensen in die tunnel. En verder wijst Sam Mol van het wiestemol.com forum ons nog op het feit dat in beide afleveringen klokken te zien zijn. Iets dat niet per se gebruikelijk is of zo. Dus zeker iets om goed op te letten in de volgende afleveringen. Dan kijken we even naar de statistieken. Florentijn staat bovenaan met 18%. Wellicht toch nog door die gekke beslissing in de eerste opdracht. Op 2 staat Joshua en op 3 staat Marije. Dan hebben we natuurlijk nog de meest nutteloze hint van de week. En die komt van het Instagram-account Onbruikbare Hints. En hij zegt het volgende. In de lasergame-opdracht van vorige week was er wat miscommunicatie over de codes. Remco zei 2842. René maakte daar 8421 van. Nou, lijkt het natuurlijk totaal niet op. Maar als je de eerste getallen van die codes door elkaar deelt en dat ook bij de tweede doet en bij de derde, et cetera, dan krijg je uiteindelijk 4222. Nou, 4222 is ook een voetbalformatie die gebruikt wordt in FIFA, waar Rocky een personage in heeft. René heeft dus Rocky proberen verdacht te maken door die verkeerde code te roepen, waardoor Remco zijn test op Rocky heeft ingevuld en naar huis moest. René heeft voorkennis en die is dus de mol. Goed verhaal, mocht jij nou nog een leuke originele hint hebben die ik moet nabespreken, het liefste over aflevering 3 van volgende week, maak dan even een videootje, maximaal 15 seconden. Stuur het even naar me op via Instagram of via de mail, mag allemaal. En dan kan ik die volgende week behandelen. En natuurlijk mag het ook in tekst als je dat liever hebt, kan allemaal. Vergeet niet de video te liken als je het leuk vond, abonneer hieronder even en reageer natuurlijk wie jij denkt dat de mol is. Nou, ik zie jullie volgende week weer. Hoi!